We staan hier voor het gemeentehuis van Waterland. En wat is hier aan de hand? Er komen hier straks 29 koppels die 50 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. En de gemeente Waterland heeft dan de eer om deze mensen allemaal uit te nodigen. Wij zijn heel benieuwd hoe het zal zijn, wie hier allemaal zou zitten. En we hopen natuurlijk als PIM, als Omroep PIM, met een aantal mensen in gesprek te mogen gaan. Goedemorgen allemaal. Zo net iedereen van u al een hand gegeven. Maar vanaf deze plaats natuurlijk van harte gefeliciteerd met uw 50-jarig huwelijksjubileum. Wat u wellicht al heeft gevierd of nog gaat vieren. Maar het is weer voor het eerst sinds de coronatijd dat we u 50-jarige huwelijksparen, dat we u kunnen ontvangen in het gemeentehuis. En het doet mij echt enorm veel deugd dat u met zoveel hier naartoe bent gekomen. Echt hartverwarmend. Er zullen veel verschillen zijn, maar ook overeenkomsten. Hoe u die eerste jaren heeft beleefd. En hoe het toen ging, 50 jaar geleden. Woonde u toen al in Waterland? Of bent u hier in de loop van de 50 jaar komen wonen? En kent u elkaar? Strakjes kom ik eventjes bij u aan tafel zitten om uw verhalen te horen. En voor mij als, nog steeds wel, anderhalf jaar inmiddels wel, maar nog steeds wel, voelt het soms nieuw. Want voor mij is dit ook de eerste keer om als burgemeester eventjes met u kennis te maken. En uw herinneringen te horen. Terug te kijken naar het jaar 1972. Ik was toen 8. Maar in de speech die is voorbereid, gaan we eventjes terug naar dat jaar. Gemiddelde levensverwachting was in 1972 was 73,7 jaar. En dat is nu ongeveer 80 jaar. Dus we zijn er met z'n allen een stuk beter op geworden. Een stuk gezonder. We worden gemiddeld ouder. En we weten nu eigenlijk ook veel meer over onze gezondheid. Zijn meer gaan bewegen en minder zware arbeid gaan verrichten. Voor sommigen. En Nederland kende in 1972 13 miljoen inwoners. Nou, we lopen nu inmiddels ruim over de 17 miljoen. In 1972, dat weet ik ook nog goed, werd de Rabobank opgericht. En dat was een fusie tussen de coöperatieve Centrale Raiffeisenbank en de coöperatieve Centrale Boerenleenbank. Ik weet dat nog, dat in ons dorp in Zeeland, ik heb ook al een Zeeuw ontmoet, Zierikzee, aan de overkant van de Oosterschelde. Ik ben aan de andere kant geboren. En daar kwam ook zo'n nieuwe Rabobank. En dat roept bij mij ook weer herinneringen op. Want ik weet dan dat ik met mijn vader meeging om geld te halen bij de Rabobank. En dan kreeg je nog je geld zo onder dat laadje. Ja, en dan kende de Rabobankdirecteur, die kende dan natuurlijk al zijn klanten. En dan zei hij tegen mijn vader, zo Leen, is 2 op. Nou, nu gaat dat heel anders. Misschien was u ook klant en had u een spaarbankboekje of anderszins en een hypotheek. En ook toen al werd de gouden televisierring uitgereikt. En dan weet u misschien vast nog wel welk programma er in die tijd heel populair was. Licht uit, spot aan. Ja. Een van de 8. Van Mies Bouwman. Ja. En Tom Manders. En Doris. Kennen we ook nog bijna allemaal, denk ik. Die overleed in 1972.
En u keek massaal, ja, misschien u niet allemaal, maar de Nederlanders naar All in the Family met Archie Bunker. Ja. En dat was het eerste jaar dat die serie verscheen op de televisie. En in onze gemeente maakte Frans Bromet, Ilpendammer, een film en documentaire over de tegenstelling tussen de oorspronkelijke bewoners van een dijk in het Noord-Hollandse Ilpendam en aan de stad ontvluchte nieuwelingen, waar hij er zelf één van werd. Nou, sinds die tijd hebben we veel voor de oude Waterlanders, de autochtone Waterlanders, hebben we veel nieuwelingen mogen verwelkomen. In Rotterdam vond het Eurovisie Songfestival plaats. En in 1972 won, weet iemand dat nog? Vicky Leandros. En nee. Weet iemand ook nog het nummer wat ze zong? Après toi. Ja, kijk. Kunt u het ook nog zingen? Après toi. Ja. Ja. En wij waren vertegenwoordigd met het duo Sandra en Andres, maar die waren wat minder succesvol. En Deep Purple, die bracht Child in Time uit. Nog steeds in de top 100, of top 1000 aller tijden zelfs nog. Misschien wel in de top 10. En ja. Het staat ook in de speech. Aan het eind van het jaar. Ja, aan het eind van het jaar zullen we dat terug horen. En après toi waarschijnlijk niet. De meest gegeven namen waren Johannes of Johanna en Maria. In 72. Ja, zou kunnen. En wellicht heeft u uw kinderen ook die naam gegeven. Nee. Nee. Nou, dan gaan we nog eens nakijken. Maar er waren natuurlijk ook serieuze zaken in de wereld. Tijdens een demonstratie in het Noord-Ierse Londonderry schiet het Britse leger 14 burgers dood. U2 heeft daar een nummer van gemaakt, hè? Bloody Sunday. Deze gebeurtenis is bekend geworden als Bloody Sunday. Ik loop steeds een regel voor op mijn speech. En in Duitsland was de Rote Armee-fractioon die was actief. En nou ja, die radicale groeperingen die geven natuurlijk een beeld van die tijd. En de sport mag natuurlijk ook niet ontbreken in zo'n sportieve gemeente als Waterland. Sapporo werden de Olympische Winterspelen gehouden. En Ad en Casey en Adje Keulen-Deelstra waren hier heel succesvol. Hup, Ad en Casey. En dat jaar wordt Ajax landskampioen en degradeert Volendam naar de eerste divisie. En laten we hopen dat beide clubs dit jaar succesvol zijn. En ook wint het machtige, toenmachtige Ajax, nu ietsjes minder, dit jaar de Europa Cup. En wellicht kunt u zich nog herinneren dat u dat volgde op de televisie voor de voetballiefhebbers. Burgemeester De Groot was burgemeester van Monnikendam en Katwoude. En in Broek in Waterland was dat burgemeester Te Broekhorst. Te Boekhorst moet ik zeggen. En op Marken was dat burgemeester Van Hout. En in Ilpendam burgemeester Kastijn. Misschien zegt u dat nog iets. Al met al een jaar vol ontwikkelingen in uw prille huwelijk. Nogmaals, heel fijn dat u er bent. En ik spreek u zo eventjes wat nader. Dank u wel. Dag meneer, wat is uw naam? Ik heet Bram van Delden. Heb je die naam niet vaker gehoord? Ik denk het wel, ja. Want u doet ook iets met meezingen? Ik ben dirigent van het Meezingkoor Waterland. En ik zeg altijd van Meezingkoor Waterland is het fijnste en gezelligste koor van heel Nederland. En dat is gewoon zo.
Dat geloof ik onmiddellijk. Maar u bent hier nu in deze prachtige zaal en de burgemeester heeft u net een welkom geheet. Want hoe lang bent u al getrouwd? Nou, hoe lang zijn wij getrouwd? 50 jaar dus. Dit jaar 50, want er zijn ook mensen die het gemist hebben die 51 of 52 jaar getrouwd zijn. Oh, die zijn er ook bij. Nee, we zijn 50 jaar getrouwd. Ja hoor. En waar hebben jullie elkaar leren kennen toen der tijd? We hebben elkaar leren kennen op de... Op ons werk, op het kantoor. Dat was in Amsterdam. Wat was het werk deed je toen? Ik heb gewerkt bij de Belastingdienst. Ja. Ook bij de Belastingdienst. Dus we zijn een belastingstel. Jannie, mag ik je wat vragen stellen? Hoe hebben jullie elkaar in de tijd leren kennen? Wij hebben elkaar leren kennen met het jeugdwerk van de kerk. En ja, dat doen we eigenlijk nog steeds, heel veel kerkenwerk. Het jeugdwerk laten we nu aan de jongeren over. Maar het kerkenwerk vinden we nog steeds heel belangrijk. En deden jullie toen ook al dingen om dansen met jongeren of dat mensen uit konden gaan? Ja, we hadden gewoon de dansavonden in het Samuel. De familie Becht die gaf altijd dansles. Dus, maar daar hebben we elkaar niet leren kennen, maar daar gingen we wel altijd mee uit. Maar als we echt uitgingen, dan gingen we meestal naar Purmerend. Ja, je kon hier wel naar de Koperen Vis was er toen al en dergelijke, maar wij gingen meestal naar Purmerend. Maar jullie zijn altijd in Monnikendam blijven wonen, dus echt geboren en getogen Monnikendammers. Geboren in Zuiderwoude en dat we trouwden zijn we naar de Broekemeerdijk gegaan. En toen zijn we in 73 zijn we weer, nee, 74 zijn we weer teruggekomen naar Monnikendam. Wanneer zijn jullie getrouwd? 16 november 1972. Nou, dat heeft u goed en dan weet u wanneer u bloemen moet brengen, hè, thuis, 16 november. En waar bent u toen getrouwd? Hier in Monnikendam. Hier in Monnikendam. En dan ben ik zo nieuwsgierig, waar hebben jullie elkaar leren kennen? In Monnikendam, in de posthoorn. In de posthoorn? Wat kun je daar dan doen? Wat u? Waarom was u in de posthoorn? Ja, dat transleven, dat kwam eigenlijk een groot gedeelte van Waterland. Monnikendam zat ook in Volendam. Maar er zat ook weer Blauwe Zanders, Amsterdam, in de posthoorn. Werkelijk, de Blauwe Zanders van Amsterdam-Noord zaten in de posthoorn. Hier hoor ik van op. En konden jullie daar dan dansen? Of? Nee, dansen kon niet. Wat, hoe ging het wel? Gewoon een discotheekje. En lekker een borreltje drinken en een biertje. Dus muziekjes draaien, biertje drinken. En u kwam van Blauwe Zand hier naartoe gefietst? Nee, ik woonde in Monnikendam. Ik ben een echte Monnikendammer, geboren in Getogen. Hoe wist u dat dan van die Blauwe Zanders? Nou ja, wij zijn af en toe een motpartijtje. Ging niet altijd goed. Oké. Ja. Dus zoals nu de Volendammers wel eens iemand van de dijk meppen? Nou ja, daar horen we niet zoveel meer van, maar vroeger was dat anders. Monnikendam in Eden was ook vuur en water. Oh ja? Ja. En hoe zag dat er dan uit? Geschiedkundig van vroeger. Vroeger stond er het Hof van Holland. Tegenover de posthoorn, daar werd dus wel gedanst. En dan kwam er een trammetje uit Edam vandaan met een stelletje, hoe heet het, met Edammers. En die werden er gelijk weer ingezet en konden ze terug. Want van de Monnikendammers dames bleef je af. En u kwam ook in de posthoorn en u had ook geen zin om te dansen aan de overkant. Nee, maar dat was er toen niet meer. Dat was, of hij vertelt, dat was van veel uit de tijd van zijn vader. Ja. Ja. Naar de bar, ja. En dan ging wat drinken. Ja. En hoe ging dat dan? Ja, je praatte met elkaar en je kwam elkaar daar altijd tegen. Dus... En bracht hij u dan thuis? Want anders moesten we met de bus, want ik kom uit Broek in Waterland. U komt uit Broek in Waterland? En van welke straat in Broek in Waterland? Van het Zuideinde. Van het Zuideinde. En hoe werd u dan thuisgebracht? Nou, eerst gingen we wat met de bus en later bracht hij me met de auto naar huis. En toen ging u wel al zoenen bij het afscheid? Ja, dan toen wel, ja. Hoe lang heeft uw verkeringstijd geduurd? 2,5 jaar. Netjes, netjes. En toen bent u getrouwd en bleven jullie toen beide werken? Ja. U mocht blijven werken? Ja. Wat was uw werk?
Ik werkte bij een klein buurtsupertje. In Broek in Waterland. Die kleine. Nou ja, het was de grootste in Broek. Van Dirk Pos? Ja. Oké. En u, wat deed u voor werk toen? Dat ruikt u nooit. Nee. Ik heb 44 jaar voor de gemeente Monnikendam gewerkt. Werkelijk? In Aderland Waterland. Ik heb van begin tot het eind hier gewerkt. 44 jaar, ja. En wat voor functie had u? De eerste 27 jaar zat ik in de plantsoenen en de laatste 17 jaar op de vrachtwagen. De buitendienst. Dus u heeft ook nog op de werf gewerkt? Ja, onder andere. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Nou, dat is daarvoor geweest, voor 1972, dat we trouwden, op de middelbare school. En we hebben elkaar leren kennen in het toneelstuk. En dat is eigenlijk ons hele leven zo gebleven. En de rollen die wij speelden, Lia was prinses en ik was boer. Dus dat geeft ook de verhoudingen weer. Ja. En dat is een goede basis voor onze relatie. Ik heb gelijk 100.000 vragen. Allereerst, welke middelbare school was het? Dat was het Leegwater Lyceum in Amsterdam-Noord. En zat u dan op een toneelvereniging of was dat een toneelstuk van de school? Ja, wij hadden een Franse leraar en die deed altijd met de hele school toneelstukken. En daarnaast had hij ook een amateur toneelvereniging. En daar ben ik later ook nog lid van geweest. En dat was een geweldige leraar die alle stukken bewerkte, dus stukken van Molière. Maar, Frans Rood. Ja, Frans Rood, een hele bekende figuur eigenlijk in Amsterdam-Noord. En later, ook hier in Monnikendam, heeft hij nog wel dingen gedaan. Ja, dus zo, dat was een beetje de basis. Ja. En hij had ook de opmerking, Lia, toen we pas verkering hadden, ga jij om met Mart Raad. God, daar moet je nooit aan beginnen. Je hebt een 3 voor Frans. En wat gaf u dan als antwoord? Hij kan lekker zoenen of... Ja, zoiets. Er zijn andere dingen dan Frans te praten in als je een verkering hebt. Ja. En hoe reageerde hij daar toen weer op? Uiteindelijk heb ik hem dus hier in de bibliotheek van Waterland nog een keer gezien. Omdat hij daar een lezing gaf. En hij was eigenlijk niet zo verbaasd dat wij nog steeds bij elkaar waren. Hij is inmiddels overleden, maar hij heeft het toch nog gehoord dat we toen al 40 jaar bij elkaar waren. Dus zijn opmerking was echt provocatief. En hoe lang duurde het tussen jullie verkeringskus of zo en echt trouwen? Ik denk dat er 4-5 jaar tussen heeft gezeten. Ja, 5 jaar. 5 jaar zo'n beetje. Ja, en dus we hebben ruim de tijd genomen om elkaar te leren kennen. En toen we trouwden zijn we ook begonnen in Amsterdam Oud-West, in de Spandammestraat. Bij een woning van Lia de Tante, 2 hoog achter. Maar we keken op een blinde muur, dat hield ik als Amsterdam Noorderling niet zo lang uit. En toen hebben we een huis op Marken gekocht. Oh, dat is leuk. Dus hoe lang hebben jullie toen op Marken gewoond? 13 jaar. Van 1973 tot 1986. En toen werd het te klein omdat we kinderen hadden gekregen die inmiddels 4 en 6 waren. En toen hebben we uiteindelijk zijn we geslaagd in de plek waar we nog wonen, in Monnikendam. En heeft u Marken erg gemist? Want dat is natuurlijk ook een ander soort gemeente dan Monnikendam. Ja, we hebben Marken wel gemist, maar we hebben nog steeds heel veel vrienden op Marken. En uiteindelijk is het natuurlijk best heel dichtbij. Maar er zijn een aantal dingen die we nog steeds gezamenlijk doen. En ja, het punt is op Marken destijds om een ander huis te vinden was lastig. Dus we zijn gewoon 1 stad verder gegaan. Maar we komen nog veel op Marken. We hebben daar vrienden wonen. Waar we op vakantie gaan. Ik ben met Ton nog op Marken. Dus, nee, het is nog dichtbij. En ik zit hier aan tafel bij meneer Prabat Kasjap. Ik hoop dat ik goed uitspreek met zijn echtgenoot. Mevrouw Lus Kasjap natuurlijk. Plata van Orzin. En ik moet eerlijk zeggen, we zijn u op gaan zoeken omdat u eruit ziet alsof u niet geboren bent in Nederland. Waar komt u beide vandaan? Mag ik het eerst aan u stellen? Ik kom uit India. En waar uit India? De hoofdstad, New Delhi. New Delhi. En wanneer bent u naar Nederland gekomen?
69. En wat was de reden om hier naartoe te komen? Nou, helemaal op avontuur. Dat was die tijd dat mensen met de rugzak gewoon op zoek gingen. Eigenlijk puur toeval. Eigenlijk. Want u komt ook uit India of u komt daar? Ik kom uit Filipijnen. En wanneer bent u hierheen? Ook 1969. En hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Hij was alleen, ik was alleen en mijn vriendinnetje zei tegen mij, je hebt altijd hem mee, kom weg een koffie drinken met onze kennissen. In American Hotel, hij was daar bezig, want hij is een architect en ze zijn bezig met de renovatie. En dus, we hebben dat leren kennen. U zegt heel veel. U was een architect en u heeft gewerkt aan het American Hotel? Ja, nou, ja. Via kennissen, die hebben we ons laten ontmoeten, ja, daar, op de American Hotel. Ik weet heel veel andere plekken die niet zo romantisch zijn als uw eerste plek. Nou, ik was uitgenodigd voor kopje koffie dus. En hoe ging het toen? Hoe kregen jullie toen verkering? Ah ja. Nou, hij belde als hij me kwam opzoeken, maar ik was dan intern in House Lydia. Want ik heb contract met de LVG. We waren hier gekomen als verpleegkundige toen die tijd. Want toen 1969, de regering heeft gevraagd de mensen uit Azië om te komen om te helpen. Want jullie hebben toen weinig verpleegkundigen in de ziekenhuizen. Dus we waren in groep gekomen. Dus u deed wat aan de renovatie van het American Hotel en u was verpleegkundige in het OVG. Ik sta stijf van bewondering, maar u ging een kopje koffie drinken, maar wanneer ging u dan zoenen? Zoenen? Dat mag nog niet op detail. Toen nog niet, nee, we zijn nog ouderwets. Hoe lang heeft u verkering gehad? 3 jaar, hè? Ja, 3 jaar. Ja. Ik heb meteen hem ontmoet. We waren in november 1969 gekomen. Januari hebben we leren kennen. En toen ging u trouwen, maar uw beide families zaten aan de andere kant van de wereld. Hoe ging dat? We hebben hier geen familie, alleen kennissen. Inderdaad, klopt ja. We zijn daarna wel samen gegaan naar India en ook naar de Filipijnen. Dat wel. En hoe zag dan uw bruiloft eruit? Met andere paviljoen, hè? Waar we Nederlandse stijl, hè? Met zijn hapjes en dingen en aan beperkte mensen uitgenodigd. Ja, want ja, we zijn nog maar misschien 2 en een paar kennen ze nog. En bent u toen blijven werken na uw huwelijk? Ja, tot mijn kinderen waren gekomen. Dat hebben we afgesproken. Na 3 jaar familie stichten. En dan, toen de kinderen geboren waren, ik was even met werk gestopt. En hij ging werken. En ik ging voor de kinderen zorgen, fulltime. Ja, dat was toen zo. We hebben geen familie die kan voor de kinderen zorgen. En nu woont u beiden in Monnikendam? Ja. En hoe lang woont u al in Monnikendam? Ja, sinds 75. Geweldig. Nou, ik dank u heel hartelijk voor dit korte gesprekje. Ik zou wel veel langer met u willen praten, maar dank u wel. De salaris moet komen in het groeien. Daar moet ik heen. Daar moet ik heen. Dat is heel goed. Ja, dat is goed.